Jordi. Je begon het EK een beetje met een teleurstelling op de puntenkoers. En nu zit je hier met zilver en brons. Ja, alleen de gouden mist nog, hè. Langzaam stijgende lijn. Alleen de wegtoernooi nog. Dus spannend. Het begon gisteren met de afvalkoers. Ja, het was een zware race. Gewoon veel vechten en zo. Met de Italiaan. Ik werd bijna onderuit getrokken 2 keer. Maar ik wist me staande te houden. Zoek elkaar op! Ja, joh, ja! Kom op! Kom op nou, jongen! Goed zo, jongens! Goed zo! En toen de Fransman demareerde, toen kon ik me net mee. En toen ging de Belg er net overheen. En ik werd derde. Dus erg blij mee. Ja, net aan zilver. We hadden van tevoren toch misschien een beetje gehoopt op goud. En, ja, zilver is ook hartstikke mooi. Ik was in het begin misschien een beetje teleurgesteld, maar daarna, ik ben nu echt super blij. Het was hartstikke leuk op het podium met z'n drieën. Ja. Jou zat aan de support in ieder geval niet liggen, want je vader en je broertje die zijn er fanatiek bij. Super. Hoor je ze ook tijdens de race? Nou, niet echt. Met sowieso in Nederland wel, maar nu zijn er zoveel mensen dat dan hoor je het niet. Soms al rijden langs en dan hoor je het misschien een beetje, maar dan let je een beetje op de Nederlandbocht. Maar verder niet heel erg. Je bent zo gefocust. En dus, natuurlijk een EK dat erg belangrijk is. Vind je het leuk dat ze er zijn? Ja, heel leuk. Super. Ben je trots? Jordi, het is gelukt. Ja. Nog geen Europees kampioen. Now 6 minutes warm up to junior. Dat is nog een doel. En je wil nog een gouden? Ja. Waar wil je die gaan halen dan? Ja, weet ik niet. Ik weet niet wat. Maar er is misschien overal nog kans, maar deze twee zijn in ieder geval binnen. Zijn ze mooi? Ja, heel mooi. Weer 2 medailles erbij. Trots op. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer. Para, para.